En ook op deze speciale ME-dag. Ik heb de eer vandaag hier de middag te openen. En ja, zou je vragen waarom ik? Omdat ik waarschijnlijk de enige cabaretier ben die wie als en zeer vooral de milities gaat zeggen. En dat zijn er niet zoveel. Maar ik wil u zeggen van, dit is uw dag en geniet er echt van. Ik ben ook blij dat jullie gekomen zijn, dat je zo'n dag moet gewoon kunnen. En ik weet hoe het is met ME-patiënten, morgen bij waarschijnlijk helemaal afgesloten. Maar geniet vandaag. Geniet van de energie die ik vandaag heb om er een mooie dag van te maken. En vandaag vraag ik vooral veel begrip. En dan vraag ik één keer geen begrip voor jullie als ME-patiënten, maar ik vraag begrip voor al die mensen erbuiten die jullie niet begrijpen. Ik vraag begrip voor mensen die niet weten wat het is om constant vermoeid te zijn. Voor mensen die niet weten wat het is dat je lichaam af en toe niet mee wil. Voor mensen die niet weten wat het gewoon is om de hele dag in bed te moeten liggen. Voor die mensen vraag ik begrip. Want als we hun niet begrijpen, gaan ze ons ook niet begrijpen. Zo simpel is het. We hebben heel veel over ME gesproken, tenminste ik heb heel veel over gelezen en gesproken de afgelopen tijd. En ik heb gemerkt dat je tegen heel veel muren oploopt. Mensen die het zien als, ja, het is toch allemaal afstellerij. Je moet daarvoor eens een Surinamer gediagnosticeerd wordt met ME, wat dat betekent. Hoe lang het duurt voor ze door hebben met het ME, is er niet zo'n je natuurlijke aard. Dat zijn dingen waarmee we steeds te maken krijgen. Weet je, maar ik vraag begrip voor die mensen die u niet begrijpen. Want alleen met wederzijds begrip kunnen we dit op de kaart zetten. En toen ik begon met het programma, dat ik programma laatst heb gemaakt, kwam ik erachter dat er heel veel verschillende verenigingen zijn die zich bezighouden met ME. En iedereen heeft zijn eigen gelijk. Begint elkaar ook te begrijpen, verenigingen onderling. En begint met één thuis naar buiten te gaan en te kijken hoe kunnen we met z'n allen in godsnaam ervoor zorgen dat die mensen die ons niet begrijpen, eindelijk doorkrijgen wat ME betekent. Ja, het is hier een leuk grappig praatje van me verwacht hier. Ik wil toch even dit benadrukken, want ik vind het heel belangrijk. Omdat het eind van de neer waar het op neerkomt, is dat je samen sterk staat. Een beetje energie dat je nog hebt, als je dat met elkaar samen kunt doen, dan kan je echt één vuist maken. Maar zolang het verdeeld blijft, gaan we niet van jullie luisteren. Dus ik vraag het vandaag als buitenstaander, die het echt niet door had wat er allemaal gebeurde, ga met elkaar aan de tafel zitten. Gaan we met elkaar praten en maken er één grote groep van, zodat ze buiten eigen weten van, dus kunnen zeggen, ik herken me, ME. En ik herken jou, ME. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen willen. Om deze aandoening een keer eindelijk goed op de kaart te krijgen, zodat mensen weten wat het precies betekent. Ik moet het kort houden. Ik zou nog een liedje zingen, een stripje seks, maar dat mag allemaal niet voor zo'n. Sorry, ik moet jij er ook niet vinden. Maar ik vond het fijn dat ik even hier moest zijn. Ik moet helaas het van doos met jou, want ik moet vanavond ook nog optreden in Almere. Ja, dus in Suriname ben ik wel. En ik leg van op de eer dat ik hier moest zijn, dat ik je nog even mocht toespreken. Maar ik wil vooral een fantastisch applaus voor die vrouw die het allemaal heeft mogelijk gemaakt. Die echt zichzelf bij elkaar heeft gezet, wat er ook gebeurt, ik ga deze nog doen. En het is fantastisch georganiseerd. Ze heeft de hele band bij elkaar gekregen. Ze heeft ervoor gezorgd dat zelfs mensen met bed en al hier naartoe konden komen onder begeleiding. Ze heeft ervoor gezorgd dat u hier even maar buiten te wachten. Want ja, als je Suriname als presentator bent, duurt het altijd iets langer voordat we beginnen. Maar ze is er en ze heeft het voor u gedaan. En ik wil van haar vooral een fantastisch applaus. Uw gastvrouw vandaag, dames en heren, Sonja Silva. Ik moet eventjes van tevoren waarschuwen, ik ben echt
mag niet jammeren. Mijn school gaat mijn excuses. Het is zo leuk om jullie hier te zien. Hoe ik hier aan begon. Want ik had gezegd dat dat een maand geleden was. Redelijk precies. Ik dacht, ik wil zo graag iets doen. Misschien dat een aantal van jullie weten dat ik de laatste tijd best wel actief ben geweest. Hè, om het hele NDE gebeuren. Eigenlijk is het hier toen NDE in de bladen te krijgen. En ik had zoiets van, ik wil ook gewoon een keertje die patiënten in het zonnetje zetten. Weet je wel, dat die gewoon een keertje bij elkaar komen. En wat ik ook op de website schreef, dat als je elkaar een handje geeft en je kijkt elkaar aan, dat je gewoon weet, hé, hey, ik weet gewoon. Ik weet. Ik weet dat jij hebt, ik weet wat je voelt, ik weet wat je meemaakt. Ik weet het. En toen ik hier begon, had ik eigenlijk zo'n beetje gehoopt op zo'n 50 aanmeldingen. En op een gegeven moment werden het er 50. En toen werden het er 100. En toen werden het er 200. Uiteindelijk, ik snap, er zijn natuurlijk een aantal mensen die hebben afgebeld, omdat ze de laatste moment toch een doel op de ziekte leven. Ja, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Maar als ik zo om me heen kijk, er staan 200 stoelen, zijn we toch aardig gevuld, of niet? Ik kon er aan zien dat de brug erin kunnen en dan gaat het helemaal goed komen.